Ik ben de laatste tijd heel snel klaar, al eerder klaar dan normaal. Mijn vader is natuurlijk ook langsgekomen. En... Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. En ja, ik heb net een lekker bakje koffie gezet. En ik ben alleen een lepeltje vergeten. Oh, dat is echt zo handig voor mij. Een lepeltje. En ik zit te kijken, vanochtend hebben waarschijnlijk Ganja alles hier overhoop gehaald. Ik zie hier een stukje plastic. Terwijl je helemaal niks hebt gehoord. Die heeft hij allemaal open gekrapt. Hele plastic hier zo. Lekker dan. Nou, ik denk dat ik gewoon nieuw plastic overheen doe. En dan, als het goed is, moet het lukken. Ik doe gewoon nieuw plastic omheen. Nou, ik heb het helemaal opengekropt, de zak. Ja, dat had ik helemaal niet door gehad. Ik zie het nu pas. Maar ja, nu daar klaarmaken. En nu ga ik lekker even YouTube kijken. Voor een tijdje en daarna ga ik klaarmaken om werk te gaan. Het is nu net 11:30 geweest. Dus ik heb nog tijd. Uurtje. Ik ben de laatste tijd heel snel klaar. Al eerder klaar dan normaal. Dat ik al 4 uur klaar ben. Ik weet misschien waardoor kan liggen. Dat kan eraan liggen omdat zomervakantie aankomt. Ja, dat is al bijna natuurlijk. En ik heb wel heel vaak al gehad dat er heel weinig vulling was. Ik weet nog jaren geleden. Heb ik toen heel veel vrij gekregen omdat ik hoeveel vrije uren open had staan. En wat nu door de opnames eigenlijk heb gebruikt. Dus, maar ja, ik ben nu lekker terug naar huis. Ik ga lekker met de groep mee eten. Ik ben benieuwd wat we gaan eten, maar dan ga ik jullie horen jullie nog wel. Misschien als ik het niet vergeet. Dus ik ga dan even kijken wat we gaan eten. In ieder geval even aanmelden. Dat ik bij de begeleiding dat ik thuis ben. In ieder geval, altijd fijn. En ik ga nu maar even naar de groep toe. Even gedag zeggen. Ik was vandaag gebeld door mijn vader en mijn broertje. Ik dacht, mijn vader nou weer. Toen ben ik net nog gebeld door mijn broertje. En die wou zo'n ding meenemen waar als je gaat verhuizen of je gaat mee naar de dierarts. Ik kan het even niet om aankomen, maar het gaat erom. Ik heb net horen gekregen dat ik Rocky, mijn oude kat, niet meer kan lopen. Dus die heb iets aan zijn poten en die zit te bouwen, heb ik gehoord. Dus ik ben benieuwd. Jullie gaan het horen. Dus misschien ook niet, maar mijn vader komt zo even ook langs. Wanneer weet ik niet, maar die komt in ieder geval langs om even dat op te halen in ieder geval. En mijn vader is nou langs geweest. Ik heb even samen met hem even lekker een bakje koffie gedronken. Was even super gezellig. Lekker relaxen. Was super gezellig nogmaals. En nu maar, maar even. Zie ik voor de rest wel wat ik ga doen. Even denken. Oh ja, wasje ophangen. Moet ook nog gebeuren. Want ik heb net een wasje aangezet. En dan ga ik het nu ophangen. Lekker muziekje erbij aan. Ik heb maar net even lekker lichtje aangezet. Want het was te donker aan het worden. Buiten wordt het ook ongelooflijk weer donker. Misschien hebben jullie het al gezien dat gisteren geen video online kwam. Excuses ervoor misschien wel, maar weet ik nog niet zeker. Maar ja, het is gewoon een privé reden waarom het niet online kwam. Het wordt nu een beetje donker. Gelukkig heb ik nu laatste was opgehangen. Ik zet nog één lichtje aan en dat is deze. En dat is beter. Kijk, dit is allemaal was wat ik heb opgehangen. En dan ga ik nu lekker... mijn vader is natuurlijk ook langs gekomen. En dat is door Rocky, mijn oude kat. Die heb aan zijn voorpoten iets dat hij niet meer normaal kan doen. En dat is heel apart. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar die gaan morgen weer naar het ziekenhuis toe. Naar de dierarts, laten we zo zeggen. Huisarts. Dierenarts bedoel ik. Maar ja, hij is ook wel oud natuurlijk. Hij is al rond 9 jaar alweer. Dus misschien kan het aan leeftijd liggen dat het daardoor komt dat hij zo is. Het is wel een beetje raar. Ja, die gaat gewoon ook al achteruit. Die heeft ook al een beetje leeftijd gehad dat het helemaal klaar is. En Lexe is ook natuurlijk een lekker fles water heb.
altijd lekker fles water. Ik drink nooit en nogmaals in de avond nog niet koffie. Al heb ik even deze keer wel gedaan, even met mijn vader. Ik weet niet, ga ik automatisch meedoen. Ik weet niet waarom het is, autisme. Ik vind het, ja, wilkrachtig, ja. Maar ja, het zal wel. Maar dus heb ik ook even meegedaan met bakje koffie. En daarna ga ik even misschien nog wel toch wel een video opnemen. Wat eigenlijk vanmorgen online is gekomen. Jullie hebben het waarschijnlijk al gezien. Ganja zit nou met te staren, wat ben je aan het doen? Ganja, ik ben aan het vloggen. Mag dat? Ja, hè? Mooi, vind ik ook. Ik lees echt letterlijk alle reactie. En ik zat... Oh, ik gooi mijn tafeltje om. Echt letterlijk handig. Maar ik zat letterlijk, lees altijd reactie. Ik denk dat grote jupjes letterlijk niet echt alle reacties lezen, denk ik. Vermoed ik. Maar ik lees echt letterlijk alle reacties. En ik zag twee leuk voorbij komen. En dan wil ik sowieso een dikke shout-out geven aan hun. Iemand had gezegd, de vlog was super top. Ik heb genoten met mijn maten. En dikke shout-out naar diegene die ik bedoel. En toen heb ik nog een reactie, lekker vlog man. Doe me super goed. Maar om terug te komen, ik had een keer over bakje gehad. Daar heb ik ook een reactie onder gehad. Maar dat ga ik ook gelijk even lezen. Vond ik wel grappig. Ik dacht, oh ja. Zo, dat was, ik was bijna helemaal vergeten dat ik die reactie had ook gehad had. En ik had een reactie over mijn baard, dat er netjes uitziet. En ja, en er is een reactie toegeplaatst van, ziet er netjes uit en het staat je ook beter zo. Ik vind baard, snor ook niks van mijn vriendin. Vindt ze zelf niks. Als ik haar een kusje geef, zegt ze, schat, je prikt. Hahaha, dan... Dus ik scheer me heel vaak. Toen heb ik nog een reactie gehad. Ik gebruik meer wastabletten voor de wasmachine. Die doe ik in een trommel en dan de vuile was erin. En als de wasmachine klaar is, dan ruik het heerlijk fris. Leuke vlog weer, wederom. Ja, en ik heb toen ook nog een reactie gehad over die bakje die ik bedoelde. Eerste bakje is voor de voorwas. Dus deze bakje is voor de voorwas. Tweede bakje, waar die balletje in ligt, is voor hoofdwas. En het derde bakje, de kleine, die ik dus aanwijs, is voor de wasverzachter. Ik had het dus goed, blijkbaar. Dat de stofsteviger is voor de zachtwasser. Dus ik had het helemaal goed eigenlijk. Maar voor mij kan alsnog van wasverzachten alle drie. Maar ik gebruik. Maar ik kan ook deze vloeibaar. Deze vloeibaar. Kan ik ook dus in de bakje doen. Dat wist ik dus niet. Maar ik gebruik dan alsnog een balletje. Gooi ik gewoon een balletje in de was. Dus zo doe ik het. In ieder geval, iedereen heeft andere manieren van wasdraaien natuurlijk. Dit is mijn manier. Zo is mij geleerd. En dat heb je al vaak met mensen met beperkingen, denk ik. Hoe het is je is geleerd, ga je het overnemen. Dus ik heb dat van bijvoorbeeld, ik laat het zeggen, van mijn ouders geleerd. Ga ook op die manier ook leren. Heb je bijvoorbeeld geleerd om afwas te doen? Of afwas, ja. Dan neem het gewoon mee hoe je ouders het hebt gedaan. Dat is altijd zo. Ik denk dat dat algemeen zonder beperking ook te maken heeft. En ja, dat wou ik even kwijt. Dat is, laat even weten in een reactie hoe jullie doen. Alles en al wat. Wat hebben jullie van je ouders geleerd trouwens? En wat zijn de dingen wat jullie eigenlijk lastig vinden? Misschien kan ik erop inspelen, laten vertellen hoe ik het ermee doe. Misschien vind je het bijvoorbeeld leuk, interessant, hoe ik mijn vlog bijvoorbeeld edit. Dan kan ik daar een verhaal over vertellen, als het lukt, als het te veel mis. Maar, ja, ik ben wel benieuwd. Ik heb bij mijn arm jeuk. Maar het was even super gezellig ook dat even mijn vader er was. Ik heb even gewoon nu gevlogd, want dat was niet echt interessant. En ik vind wel dingen wat interessant is, veel leuker om te laten zien. Iedereen doet het op andere manier, ook hoe iemand anders. Ik heb eigenlijk ook kaasje voor toast laten zien aan mijn vader. Vond hij hartstikke mooi. Hij was er stil van, zag ik en merkte ik.
En wat ik eigenlijk ook binnenkort moet doen is eigenlijk suiker halen. En de, want die is al bij weer op. Dus dan moet ik ook binnenkort suiker halen. Maar dat wordt morgen denk ik. Want morgen moet ik ook boodschappen doen eigenlijk. Maar ik moet morgen niet vergeten dat ik eigenlijk ook naar beneden moet. Om eigenlijk geld te halen voor de bovengoed. Want voor morgen moet ik ook bovengoed eten halen. Nu ga ik ook gelijk bij doen. Ik heb eigenlijk toch een video gisteren online gebracht. Zoals jullie gezien. Ik had gezegd eigenlijk misschien ook niet. Maar dat heb ik toch gedaan. Maar ik ga ook nu klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. Morgen weer een dag. Want morgen... Ja, het is opnieuw weer een nieuwe dag. In ieder geval, ik ga lekker het hoofdgordijn nu dicht doen. Ik ben nu mee bezig. En dan ga ik lekker mijn bedje ook weer in. Dus ja, laten we dat gelijk even lekker doen. Wat ik echt tegen jullie wil zeggen is... Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Oh, zou tof zijn als je beneden abonneert. En tof reactie beneden achterlaat. Zou super tof zijn. En zeg ik alvast veel kijken via gewoon een hele vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij... Laters! Spelers die binnen, bekende spelers die binnen zijn gehaald in de Eredivisie. Ik zie letterlijk bij de Eredivisie zelf niet veel.